Een levensgrote vis in de Heuvel in Eindhoven was woensdag het startschot voor een grote publieksactie op World Ocean Day. Nimo moet de aandacht vestigen op de vervuiling van zeeën en oceanen door plastic afval. En dit is de bedoeling. De hele maand nog kunnen mensen hun plastic afval in de vis gooien. Op die manier krijgt die steeds meer vorm. En dat is meteen ook het andere doel. We dragen bij aan een kunstwerk, community artwork, terwijl we tegelijkertijd bewust worden gemaakt van het plastic afval en de noodzaak van schoon zeewater.